In een loods op een industrieterrein in Brugge worden sokkels, wanden en ander tentoonstellingsmateriaal netjes ingepakt, klaar voor een nieuw leven op een volgende expo. De spullen komen van de Van Eyck tot Dürer tentoonstelling en de hedendaagse expo van Luc Tuymans die net afgelopen zijn. De opbouw ervan kostte om en bij de 200.000 euro. Meer en meer stijgen de kosten voor de tentoonstellingsarchitectuur, omdat dat een belangrijk aspect is. Niet alleen wat tentoongesteld wordt, maar ook hoe het tentoongesteld wordt. En in feite vliegt dat dan allemaal op een hoop nadien en dat is niet goed. In die zin is bij ons het idee gerijpt, we moeten daar iets kunnen mee doen. Dat kan herbestemd worden. Voor elke tentoonstelling alles nieuw maken kost niet alleen handenvol geld, het is ook ecologisch niet echt verantwoord. Dat het meestal toch zo gebeurt, heeft onder meer te maken met een gebrek aan tijd. Vooraleer je in Vlaanderen hebt uitgezocht in welke kelder van welk museum een sokkel staat, bijvoorbeeld, die je zou kunnen opnieuw hergebruiken, heb je al sneller een nieuwe gemaakt. En dat willen we vermijden door eigenlijk permanent een overzicht te bieden, een inventaris te hebben van wat er zich in Vlaanderen aan tentoonstellingsmateriaal bevindt. Een kruising tussen eBay en een kringloopwinkel noemt Philip Strobbe het. Eind van de maand gaat de site online. Over een jaar wordt het proefproject geëvalueerd. Verschillende musea, waaronder Wiels in Brussel, zijn alvast geïnteresseerd.